mag ik binnen, in de Belgiek wil ik binnen, want ik kom uit Ecuador, de vreselijke land. Ja, ik ben daar gelukkig, de land uitgevlucht, wegens diefstal, prostitutie en ontucht. Heel de dagen gewoon stelen, en voor de donkere thuis, alleen nog wat dealen, yeah, werken, wow, daar komt niks van in huis. Nu ben ik dus in België aanbeland, want dat land is interessant. Ik kwam hier bij de burgerlijke stand en ik krijg al mijn papieren, ha, zomaar in de hand. Het is zo simpel allemaal, zo simpel allemaal, zo simpel, dus ik vraag het aan, vraag het aan. Ja, ik kreeg dus een woning in de sociale wijk, met gas en water en elektriciteit. Ik kreeg ook internet en kabel, tv, alles betaald door de OCMW. Daarna moest ik wel gaan zoeken naar een job, maar iedereen smeet me buiten na het zien van mijn kop. Dus stopte ik maar met zoeken naar een job en leef nu al 5 jaar gezellig van de dop. Het is zo simpel allemaal, zo simpel allemaal, zo simpel, dus ik vraag het aan, vraag het aan. Derde couplet, red ik het. Ik werd de België uitgezet. En dat kon niet zijn, dus ging ik in het verzet. Met al mijn kindjes ging ik in het verzet. Ik ging naar de school, naar de oudercomité, en startte een petitie en iedereen deed mee. Ik ging naar de minister met 10.000 man. Ik zei, meneer de minister, dat kunt jij toch niet doen. Kijk, mij de land uitzet, ik ben niet perfect geïntegreerd. Mijn kinderen hebben vriendjes, hebben vriendinnetjes. Kijk, ik heb de media mee, ik heb de kranten, ik heb de radio. Jij kunt niks doen, jij moet mij hier laten blijven. Oké, okay. En hij zei, oké, jij moet blijven. Het is zo simpel allemaal, zo simpel allemaal, zo simpel, dus ik vraag het aan. Ik vraag hier kindergeld aan, kindergeld aan. Ik vraag hier kindergeld aan, ik vraag het aan.